mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Jawel, welkom bij aflevering 45 op mijn YouTube-kanaal. Het is hem opnieuw. En vandaag gaan we dus verder met de serie van de Koning Quickstep. En hier ziet u nog even de selectie die momenteel in Spanje aan het rijden is voor de Wolfpack. En u zag het ook al, Cavagna niet meer in bezit van die witte trui met de blauwe bol op. Hij is dus de leiding kwijt in het bergklassement. En hier flitst de man even door het beeld, de Ierse kampioen. En momenteel nog altijd de enigste winnaar in deze La Vuelta voor de Koning Quickstep. 1 ritzege tot nu toe, dus ja, dat is niet echt dik bezaaid, maar anderzijds is het ook niet slecht. En we zitten hier op de rustdag. Jawel, tussen etappen 9 en 10 gaan we dus voor het eerst echt platte rust nemen. En hopelijk komt dat de Evenepoel ten goede, want u ziet het, nog steeds rugpijn. Ja, dat rode kruis blijft naast zijn naam staan. Ik kan u al in ieder geval echt goed nieuws melden, want in de tijdrit is hier vanaf. Maar oké, dan gaan we zo meteen nog even bekijken. Dit is het parcours dat we de komende dagen gaan voor de kiezen krijgen. We rijden natuurlijk eerst in de tijdrit naar Po. Dan hebben we hier nog zowat een flauwe etappe waar zeker mogelijkheden liggen. Daar hadden we ook nog even een heuveletappe waar ook Evenepoel misschien kan uithalen. En dit is een belangrijke rit naar Machucos. Zeer zeker een moeilijke klim. De Acebo, ook wederom zo'n stevige slotklim. Die eigenlijk steiler is dan dat hij lang is. De Kubila. Dan hebben we twee, ja, eigenlijk één vlakke rit. Dag 19 is ook vlak, daartussen nog wat bergen. En etappe 20 is zeker en vast ook nog een gevaarlijke. En afsluiten doen we natuurlijk in Madrid. Maar hier gaan we beginnen. Jawel, we zitten even in Frankrijk. En we komen vandaag na 36 kilometer aan in Po. U ziet het, hier staat er 33 in Pro Cycling Manager. Ja, daar zit altijd wat verschil op, omdat de parcoursbouwers niet altijd op de exacte kilometer uitkomen. Maar Roglic, Evenepoel, Froome, Thomas, dat zijn de mannen die we in de gaten moeten houden. En we staan een minuut 18 achter op de leider, de rode trui, de kopman van UAE. En dat is Tadej Pogacar natuurlijk. Kunnen we Tadejke een serieuze klap uitdelen in deze tijdrit? Dat is de vraag. Dat gaan we natuurlijk beantwoord zien na deze etappe. Ik hoop van wel natuurlijk, want buiten de Javalambre hebben we eigenlijk nog niet echt kunnen winnen van Pogacar. Ja. Op de Javalambre pakte dus wel tijd. Dat was de eerste bergrit in deze La Vuelta. Maar in de andere bergritten was Pogiboy gewoon veel beter. En ja, die laatste bergrit was gewoon ja, weerzinwekkend hoe goed Pogacar daar bergop reed. Ja, wij kregen daar bijna 2 minuten aan de broek gesmeerd van deze man. De man in de rode leiderstrui. Maar waar komen wij uit met deze man? De man in de witte trui. En u ziet het eigenlijk hier al. Jawel, Evenepoel heeft geen rood kruis naast zijn plus 3 staan. Dus hoog. Dank de wielergoden, dankjewel. De rustdag heeft echt wonder gedaan. De rugpijn is momenteel weg. En natuurlijk gaan wij met z'n allen hopen dat dat zo blijft. Want dan kunnen we tenminste echt wel competitief blijven tegenover Pogacar. En zijn landgenoot Roglic is heel goed bezig in deze tijdrit. Want hij heeft momenteel de snelste tijd op tussenpunt 1. Pogacar, kan hij Evenepoel bedreigen? Evenaren in deze tijdrit, ja. In principe qua stats zou het niet mogen. Je ziet het ook, Evenepoel heeft een goede dag voor een plus 3. Daarmee komt hij op 83 tijdrijden. En de proloog gaat ook naar 83 als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. De renstats gaan plus 6 omhoog en recuperatie plus 3. Dus dat is eigenlijk allemaal wat je wil zien, hè, in zo'n tijdrit. We zitten nog net in onze vormpiek. Jawel, we zijn er net ingekomen, want ik zeg nog net. Nee, dat is eigenlijk fout verwoord.
We zijn net in onze vormpiek gekomen, dus dat komt ideaal uit. Dit is de eerste rit in de Ronde van Spanje dat Remco eigenlijk bijna 100% in vorm is. Oké, zijn fitness dat moet nog wat verhogen na die rugpijn, maar dat zal waarschijnlijk tegen de volgende etappe of de etappe daarna volledig goed zijn. En dan gaan we eens kijken, hè. Kunnen we deze La Vuelta nog winnen of niet? Ja. Pogacar is wel heel goed natuurlijk. Evenepoel ondertussen, tussenpunt 1 gepasseerd, 18 seconden achter op Primoz. Ja, oké, dat is geen schande. En u ziet het, hè. We gaan vooral kijken naar de tijdrit van Evenepoel en Pogacar. De andere mannen zijn al allemaal gepasseerd of tussenpunten gekruist. Alhoewel, nog niet allemaal, want hier op tussenpunt 2 zien we Landa nog komen. En Roglic moet daar niet meer passeren, want hij heeft daar al de beste tijd neergezet. Dat ziet u rechtsboven aanstaan. Wout Poels staat momenteel tweede op een halve minuut. Chris Froome staat er op 32 seconden. Dat is eigenlijk iets meer dan een halve minuut. Hè. Nibali is momenteel ook gekruist daar. Plek nummer 4 voor de Haai van Messina. En wij doen het rustig, ja. Ik heb een bewuste tactiek gekozen voor deze tijdrit. Op het eerste stuk het best oké doen. Vrij vlot. Tussenstuk rustig aan. En we gaan proberen op dat laatste vlakke stuk eigenlijk het verschil te gaan maken tegenover deze man, Pogacar. Hopelijk komt dat goed. Als het niet zo is, ja, dan is het mijn schuld. Dan heb ik een verkeerde tactiek gebruikt. Ja, tussenpunt 2 ook niet goed. 42 seconden. Oei. Het ziet er niet zo goed uit eigenlijk. Poggyboy, wat doet hij? Oeh, 23 seconden. Momenteel zijn we aan het verliezen tegenover Pogacar. Ah, kom aan Remco. Dit kan niet, hè man. We gaan hier toch geen tijd verliezen in deze tijdrit. Maar u ziet de gele balken. We hebben nog redelijk wat in huis. We kunnen hier eigenlijk echt doorknallen. Kom aan Remco, vriend. Niet de beste jongere, maar ja, je weet het, hè. Hij zit wel in de witte trui, omdat Pogacar de beste jongere is. En hier is de finishlijn. Roglic wederom de beste tijd geklokt. Lopez komt redelijk nog in de buurt. Ja, minuut 18. Dat toont aan dat deze tijdrit in Po toch echt wel iets is voor de klimmers ook. De klimmers met goede tijdrijdersbenen. Nibali op plek 4, 55 seconden. Dat is net geen minuut. Valverde kwam eraan, Bernal komt eraan. Ja, Egan is niet goed bezig. Zijn ploegmaat Froome gaat ongetwijfeld beter doen. En Thomas hoogstwaarschijnlijk ook. En hier komt Evenepoel. En je ziet het, hè? We zijn aan het doorduwen. Het is alles open. De gaskraan volledig opengezet. Kom maar Remco. Kloppen we de tijd van Roglic? Jawel. Oh, 2 seconden. Oké. Okay. Het laatste stuk is inderdaad dus een goede keuze geweest om daarop door te knallen. En deze man, ook een Sloveen, Pogacar. Hij gaat dus toch niet kloppen hier in die tijdrit. Ja, het zou niet mogen. Poggyboy. Nee, oké. Okay. 48 seconden. Oké. Mooi. Eerste ritzege voor Evenepoel in deze La Vuelta. En we pakken 48 tellen terug op Pogacar. Oké. Ben tevreden. Ja. Jawel, dit hadden we willen zien en het is gebeurd. Roglic is dus tweede in de tijdrit voor Froome, dan Poels, Pogacar, Nibali, Oran, Valverde, Boegman en De La Cruz. En hier hebben we de algemene stand momenteel. Oké, 30 seconden. Ja, de Vuelta ligt terug open. Tenzij Poggyboy natuurlijk in de volgende bergrit ons weer een serieuze lap verkoopt. Een serieuze tijdskloof laat noteren. Ik hoop van niet natuurlijk. Evenepoel zou in principe beter moeten zijn nu. Maar we gaan het zien in rit 11 natuurlijk. Hè. Voilà. Zo is La Vuelta. Geen dag vlak. Oké, er zijn een paar ritten die vlak zijn. Maar dit is wederom zo'n rit die gevaarlijk is. Er zitten klimmen in, er zitten heuvels in. En vooral die heuvel op het einde. Ja, dat triggert me een beetje om te gaan aanvallen. En hier ziet je de fitness. Jawel, u ziet het. Hij is gestegen. De rugpijn is volledig weg en we zitten terug op 97%. Ja, godzijdank. En plus 3 hebben we natuurlijk van de voorbereiding. De vormpiek dan. Het is ook zijn favoriete ronde. Het is toch in Pro Cycling Manager 19. Ik weet niet hoe dat in Pro Cycling Manager 20 is ingesteld. En hier is de start.
etappe nummer 11. Jawel. Kunnen we wederom tijd terugpakken op Pogacar. Die laatste heuvel, ja, het is zo verleidelijk om aan te vallen. Als je dat profiel van die rit bekijkt, dan heb je zoiets al van, ja, daar ga ik het sowieso proberen. Als het in de bergen niet lukt, dan moet het maar in de heuvelachtige etappes. Zo gaat het op Pro Cycling Manager, ja. Dat zijn de tactieken die je in het achterhoofd moet houden als je naar zo'n grote ronde gaat. Almeida, hij gaat wederom in de vlucht van de dag mee, maar je ziet het overleven. Nee, het is er niet bij vandaag. De col van tweede categorie is een eindpunt. Hopelijk kan hij nog wat bescherming bieden aan Evenepoel en wat uit de wind houden. En Enric Mas die gaat wederom voor de bergpunten. Is momenteel ook leider in het bergklassement en niet echt iemand die hem nog het leven zuur wilt maken. Zo lijkt het toch. Al gaat daar in Pele Bilbao, dacht ik, nog voor de bergpunten. Hij komt als tweede boven. Ja, het is inderdaad Pele Bilbao. En dan hadden we ook nog Rafał Majka, die wat wedijverde, maar eigenlijk wel wat punten opwekte, maar niet zo denderend veel. Want in de Ronde van Spanje is het zo dat je op cols van eerste categorie veel punten kan sprokkelen, maar op cols van tweede, derde categorie liggen eigenlijk bijzonder weinig punten te verdienen. Dit is nog zo'n col, derde categorie. Otsondo, Col de Otsondo. En we zijn hier boven, voilà. Evenepoel heeft een klein snokje er nog aangegeven vlak voor de top. Pogacar is wel mee. We hadden liever gezien van niet natuurlijk, maar oké. Okay. Hij zit erbij. McCartney is er ook bij, maar Carapaz niet. Voilà. Dat prikje heeft wederom toch iets opgeleverd. En hier hebben we een valpartij van Sam Bennett in de achtergrond. Ja, dat krijgen we dus ook nog te verwerken in deze La Vuelta. We hadden ook al... ik denk geen valpartij gehad van Evenepoel. Ik heb het toch niet gezien van waar die rugklachten gekomen zijn. Natuurlijk, ik spoel grotendeels in mijn etappes. Dus het kan altijd zijn dat ik ergens ongemerkt hem niet heb zien vallen in die eerste vier dagen. Op dag vier zou het dan eigenlijk moeten gebeurd zijn. Oh, en daar weer een valpartij, Leeuwen. Wat is dit? Garrison ook tegen de vlakte. Voilà, samen met Buaro. Eerst Bennett, ja, nog geen twee minuten later ligt Ian er ook tegen. Tegen de vlakte bedoel ik dan natuurlijk. De Amerikaan van ons De Koning Quickstep blok. De man van over het water, om het zo te zeggen. Een vreemde eend in de bijt van de Wolfpack, jawel. En wij zitten hier op die heuvel, hè. Dat kleine knikje en Valverde heeft dat begrepen, hè. Alejandro weet wat hij moet doen. Die is wel enorm sterk in deze La Vuelta, moet ik zeggen. Ik had hem eigenlijk niet verwacht als podiumpretendent, want zo lijkt het toch echt wel te gaan worden. En hij trekt nog eens door, hoor. Wie zit daar in het wiel? Het is een man van Astana. Ik heb het niet gezien. Maar in ieder geval, Nibali probeert wel te achtervolgen. En wij gaan proberen meespringen natuurlijk. Kleine aanval, maar afscheiding lijkt er niet te komen, of toch wel? Kom aan, Dan. Daniel Martin gaat ons meenemen. Dat is goed, man. Rijden, vriend. Bennett is een vriend van jou en van ons. Dus die Ieren samen met de koning. Kom aan, man. Het is Lopez die hier zit. Lopez, Evenepoel en Valverde. En Martin natuurlijk. Dan Martin. En het gaat wel weer voor Valverde worden. Ja, ik denk het wel, hoor. Jawel. Oh, la, la, la. Man, man, man. Alejandro. Hoeveel ritzegens ben je van plan te winnen, vriend? Dit is nummer 3, als ik het goed heb. En we zijn 11 dagen ver in deze La Vuelta. Hier is Pogacar. Tijdskloof of niet? 19 seconden, geeft die aan. Krijgen we ze of niet? Ja, het is Pro Cycling Manager 2019. Hè. Normaal, het is vrij vlak. We gaan ze in principe niet krijgen, denk ik. Had dit een bergrit geweest, voilà, hier ziet u het. Een bergrit hadden we ze zeer zeker wel gekregen, maar dit was eigenlijk een heuvelrit. Dan krijg je ze niet, hè. Voilà, hier ziet u het. Nummer 18 in de wedstrijduitslag. Hij is op een tijdskloof gezet. Dat was Romain Bardet.
Chris Froome zit in die groep ook met Edward Dunbar. Henrik Mas zat daar ook bij, Carapaz. En dit is de algemene stand. Ja, nog altijd 30 seconden. Het kan lang zo blijven in deze Vuelta nu. Hopelijk niet natuurlijk, kunnen we die kloof verkleinen. Maar zeer zeker niet vergroten. Dat willen we echt niet zien in deze La Vuelta. Vandaag een leuke etappe, etappe 12. En we starten op het circuit van Navarra. En we komen aan in Bilbao. En u ziet het, het einde is echt wel uitnodigend om aan te vallen. We gaan sowieso aanvallen in deze etappe met Evenepoel. Dat kan ik nu al verklappen. En het zijn dezelfde mannen waarop wordt gerekend vandaag qua bookmakerstats. En dat zijn dus Pogacar, Valverde. Ja, Evenepoel stond er niet bij. Maar ik zou er zeker en vast de kleine van Schepdaal bij zetten natuurlijk. En dan hebben we nog die andere klimmers die hier al in deze La Vuelta stevig vajetje hebben gegeven. Zoals Vincenzo Nibali. Lopez kunnen we zeer zeker ook verwachten. En dit is het circuit van Navarra. Schitterend in een game geïmplementeerd, jawel. Echt goed gedaan. Ik denk dat dit door Nakoncia niet zelf is gemaakt. Als ik me niet vergis. Hè. Schiet me niet dood als het niet zo is. Want het kan zeer zeker dat het wederom een rit vanuit onze community is. Maar ik denk dat het de makelij is van Sianide zelf. Een rood kruis vandaag. Niet achter de naam van Evenepoel. Nee, nee, nee. Geen paniek. Nee. Het is Ian Garrison. Hij was gisteren gevallen in etappe 11. En u ziet het. Voilà. Vandaag heeft hij daar nog wat klachten over. Of toch wat lichamelijke klachten over zijn valpartij. Hopelijk ook voor hem moet hij niet naar huis. Maar als we zien hoe lang Evenepoel op dat rood kruis heeft gestaan, kan het evengoed met Garrison ook zo zijn. Dat was de klim van derde categorie. We hebben er natuurlijk nog eentje. Dat is de Alto de Araiz. En we gaan eens kijken daar. Hè. Kunnen we met Evenepoel wegspringen van onze concurrent Pogacar? We gaan in ieder geval hier meteen versnellen aan de voet van de Araiz. Zitten ze in ons wiel? Het lijkt zo niet, jawel. Ze zitten er wel. 2,2 kilometer lang, net geen 12% gemiddeld. Het is echt een steile muur waar we op knallen. De naam Alto is hier zeker waard. Kom aan, Evenepoel. Het is een aanval van een man van Bahrein. Maar we gaan even volledig concentreren op onze kopman. Evenepoel met de aanval. Voilà, Purito op de weg geschilderd. Hij zit er niet meer bij. Joaquim Rodriguez op pensioen neem ik aan. Of bij een kleinere ploeg. Geen idee eigenlijk waar Purito momenteel zit. Pogacar staat hier ook op de weg geschilderd. Maar wij hebben een kleine kloof. Izagirre en Trentin zijn mee. Ja, Pogacar precies ook. Want de tijdskloof werd er even op niks gezet. 0. 13 seconden nu. Deze is een dubbeltje. We hebben een kloof. 13 seconden. Maar Trentin is daar hard aan het achtervolgen. Hè. Ah, kom aan, Matteo. Hou die benen stil, man. Een ex-wolfpacker, als ik het zo mag noemen. Een ex-wolf, moet ik eigenlijk zeggen. De Italiaan van CCC. En hier is de aankomstlijn. Daar komen we straks aan in Bilbao. Of daar zijn we toch zo goed als. Deze bocht nemen en we zijn er. Tweede ritzegen van Evenepoel op 3 dagen, denk ik je wel. Hier komt hij. Evenepoel wint in Bilbao. Mooi, mooi, mooi. Oeh, Trentin, jij komt nog ontzettend dicht, man. Auw, sprint Trentin. Het gaat dicht op Evenepoel of niet? Wederom zo'n dubbeltje. Krijgen we de tijdskloof hier of niet? Ja, dit is wel iets bergachtiger dan gisteren. Maar Evenepoel wint wel. Derde ritzegen voor de Wolven in deze Ronde van Spanje. En we krijgen het, jawel, 13 seconden. Oké, dat is al iets. Hè. Boni is er ook nog bij rekenen. En dan is het gat wederom aanzienlijk geslonken tegenover Pogacar. Hij was vijfde vandaag. Uran verliest 53 seconden. Net als Simon Yates, ook Joao Almeida verliest wat tijd. Roglic wederom. En hier is het verschil nog. Voilà, 7 tellen. Oeh, wat een thriller gaat dit worden. Ai, dat hoop ik toch. Valverde staat dus op 3. Nibali op 4. Dan Lopez, Bernal, Roglic, Boegman, Landa, Uran op 10. Dan buiten de top 10 hebben we nog Daniel Martin.
Thibaut Pinot, Jon Izagirre, Carapaz, Thomas, Simon Yates. En op 17 hebben we ook nog Chris Froome. En 25ste is onze man João Almeida. Volgend jaar hoogstwaarschijnlijk kopman in de Giro d'Italia. Is in real life heel goed bezig, João. Ik denk nu niet dat hij in real life de Giro gaat winnen, maar zwart. Hij denkt het eigenlijk zelf ook niet. Maar hij is zich echt wel goed aan het ontplooien als een ronde renner. Jawel. We gaan verder. Etappe 13 naar Los Machucos, moet ik eigenlijk zeggen. Het is Machucos uitgesproken. En kunnen we hier volgen, hè? Ja, dat is de enigste vraag, of eigenlijk gewoon de enigste doelstelling. Kunnen we het wiel van de man hier in het rood volgen in deze etappe? Het is een stevige etappe. En voilà, daar zie je het wel. Plus 5 bij Evenepoel. Ja, dat is heel lekker. Het is eigenlijk ergens ook wel logisch, want we hebben deze etappe verkend in ons trainingskamp. De voorbereiding op La Vuelta hebben we deze berg dus al eens verkend. En dan heb je natuurlijk weer wat voordeel, hè, bij je dagvorm. En dat is er volledig uitgekomen vandaag. Plus 5 voor Evenepoel. Gisteren was die dagvorm ook al heel hoog. Dus het is duidelijk dat we in de vormpiek zitten. En hier zitten we op die slotklim. Alto de Los Machucos. Hij is 8 kilometer lang. En je ziet het, af en toe zitten er zo een paar platformen in. Eigenlijk vlakke stukken waar het even beter draait. En dan wederom zo'n steil stuk opknallen. Ja, voor de verzuring in de benen is het een uber slechte klim. Hij is 8,3 gemiddeld uiteindelijk, maar er zitten echt wel een paar heel steile stukken bij. En we hebben even een afscheiding. Jawel, Evenepoel aan de leiding. 5 kilometer van de top. Er zitten natuurlijk nog twee vluchters van de dag voor. Dat zijn Mas en Guillaume Martin, als ik me niet vergis. Ik dacht dat het Martin was van Cofidis. Jawel, daar ziet u hem zitten. Maar ze komen terug, hoor. Ze komen terug naar het wiel van Evenepoel. Voilà, Jelken erin. We hebben natuurlijk ook onze inspanning wat verlaagd. We moeten uitkijken dat we hier niet ons volledig leegrijden. Alvorens de grote kleppers de aanval inzetten. Want ik verwacht die wel nog eigenlijk. 3,5 kilometer van de top. Kom aan, Remco. Voilà, Henrik parkeert. Maske. Soms veel, maar Mas, wat eigenlijk inderdaad veel betekent, vandaag is het bitter weinig voor Henrik op deze Machucos. Kom aan, vriend. 2,6 kilometer, 2,5. Nibali schuift op. Vincenzo naar de kop. Pogacar zit daar ook zowat in de buurt. We zijn nog met z'n zevenen. Uran, Lopez, Valverde. Bernal zit er ook bij. Bernal kraakt nu. Nibali versnelt en Evenepoel is mee. En Pogacar niet, dacht ik. Kom aan, Evenepoel. We hebben een gat. 23 seconden. We hebben niet meer veel rood. We gaan hier stilvallen. Komen ze nog? Valverde, Pogacar. Tijd aan de broek, Poggi. Nee, oh. Wow, hij wint gewoon nog. Voilà. Puntjes op die, zegt die Pogacar. Oh, damn. Los uit het niks. Eventjes iedereen nog oprollen in de sprint. Tadij. Ja, zo gaat dat niet, hè, vriend. Zo gaat dat niet. Ik dacht echt even tijd te pakken op deze Machucos. Maar nee. Pogacar pakt tijd op ons. Want met de bonies loopt hij weer een klein beetje verder weg. Oké, wij pakken ook wel bonies. Gelukkig klopt Valverde ons niet voor die tweede plek. Want hij kwam ook nog dicht, hoor. De man in het groen. Damn. Ah. Toen ik die 23 seconden zag, dacht ik echt dat we een zaakje gingen doen. Maar kijk eens daar. Hier ziet u het nog eens. Wat een slotschot. Een kanonskogel had hij nog in zijn tank zitten. Man. Pogacar. We gaan hem bergop niet meer kunnen kloppen. Hoe zijn we in godsnaam op die Javalambre van hem kunnen wegrijden, vraag ik me dan af. Zat waarschijnlijk nog niet in zijn vormpiek, hè? Dat lijkt me de enigste logische verklaring. De rest wel nog in dezelfde tijd. Dus vandaag Pogacar, Evenepoel, Valverde en Nibali. Lopez op 32 seconden met zijn Colombiaanse vrienden Bernal en Uran. Roglic was uiteindelijk 8e. Dan Martin vinden we terug op 10. En dit is het algemene klassement nu.
7 seconden worden er terug 11. Ja. Jojo, hè. We zijn een jojo-effect aan het creëren in deze La Vuelta. Het is wel spannend, hoor. Valverde staat nog steeds op 3. Dan Nibali, Lopez, Bernal, Roglic, Boegman en Landa. En op dag 14 gaan we wederom koersen. En u ziet het grotendeels langs de kustlijn vandaag. En normaal gezien gaan we dan aankomen in Oviedo. Of dat zou gewoon moeten. We moeten aankomen in Oviedo. En het is nog eens voor de sprinters vandaag. Hè. Caleb Ewan, Trentin Matthews, Christophe, Sam Bennett, Edward Teuns, Garcia Cortina. Pogacar wordt er nog bijgezet. Net als Valverde. Ja, Valverde, hou maar in de gaten hoor. En Izagirre stond er ook nog bij. En deze tussensprint, ja. Ik denk dat ik mijn zin er ga opzetten met Evenepoel. Buiten Bennett kunnen we eigenlijk iedereen gebruiken om de koers te controleren. En hopelijk kunnen we halverwege deze etappe dat gat op de vlucht gaan dichten. En die 10 seconden pakken, hè, want er liggen 10, 6 en 4 seconden bij iedere tussensprint. Voilà, hier zijn we, halverwege etappe 14. Onze ploeg heeft echt gewerkt. Je ziet het al. Cataneo, Van Zevenhand, Cavagna, Garrison, Hode, Hodge. Ze hebben zich allemaal kapot gereden. En nu gaat Almeida. Hij probeert het laatste gat dicht te knallen. Er zit daar nog eentje. Het is Dillier, de Zwitser van AG2R. Geraken we er nog bij of niet? De tussensprint is over 2 kilometer. Ah, het gaat lastig worden. Evenepoel zijn rode balk is ook al hard afgenomen. Gaan we hier nog een Pogacar zien voorbij snellen. Sivakov dicht in ieder geval het gat. Maar we gaan een seconde pakken. Het zijn er geen 10. Helaas, het zijn er wel 6. En pakt Pogacar nog iets? Ik neem aan wel niet, want Almeida zat daar ook nog tussen. Maar deze Dillier, die nekt ons een beetje. Ja, voilà. Almeida was derde. Ah, jammer. Jammer dat Dillierke daar nog tussen zat. Maar oké, we pakken wel wat tijd terug. Die 11 seconden worden er wederom 5 normaal gezien. Het is te zien wat Poggi hier gaat doen in de finale natuurlijk. Want hij sprokkelt ook best wat bonies aan de finishlijn telkens. Ja, het is wel grappig. Het is een strijd tussen het vlakke en het bergachtige. Poggi pakt de seconde op de bergen. Wij pakken af en toe de seconde in de heuvelachtige ritten. Of ritten zoals vandaag die iets vlakker zijn. En de heuvel van de dag hebben we in ieder geval ook gehad. Bennett zit er nog bij. Even een blok. Even een kleine afscheiding. Maar het peloton smelt terug samen. En hier zitten we in de absolute finale. Onze sprinttrein met Evenepoel, Hodge en Bennett. Maar u ziet het, de actie van Evenepoel bergop heeft onze lead-out man een klein beetje vermoord. Hij is volledig uitgeblust en wij moeten veel te vroeg nu komen met Bennett tegen Matthews. Ewan zit klaar. Ik zie ook een Laporte. Trentin, wie gaat het hier halen in Oviedo? Het is een succes voor Lotto Soudal. Jawel, daar is Caleb Ewan. Mooie overwinning voor de Australiër. Matteo Trentin op 2. En het is inderdaad Laporte op 3 voor Teuns. En ja, André Greipel, hij leeft ook nog. De Duitser van Israel Nation. Ja, Andreke. Amai. Toch wel verrassend. Plots is hij hier. Ik had nog niet door dat hij eigenlijk meedeed in deze ronde van Spanje. Maar Caleb Ewan is de terechte winnaar van deze rit naar Oviedo. Bennett was uiteindelijk 8e. Evenepoel finishte als 15e. Bijna in het sok van Pogacar. Hè. Valverde, ja. Vrij tegenvallend vandaag. Een superieure Valverde. Had er misschien ook zelfs nog kunnen meestrijden om de zege. En daar is het verschil. Terug 5 seconden, want we hebben 6 bonies gepakt. Hè. Mooi, mooi, mooi. De background, je ziet het ook, klopt niet helemaal. Ik had deze veranderd voor de aflevering van de transfers. Omdat ik toen op dat punt eigenlijk in mijn carrière bezig was. En ik wou dus tonen naar waar Alaphilippe en Bennett waren gegaan. Daarom had ik de background veranderd. Maar toen ik deze rit aan het spelen was, had ik het eigenlijk totaal niet door dat de background niet goed stond. Niet op La Vuelta. In ieder geval, je bent alweer bedankt om te kijken. En ik zie je graag terug voor de 46e aflevering in de serie van de Koning Quickstep. Bedankt en adios.